week van de afvelder is een week waarin wij, buiten de normale aandacht die we geven aan onze mannen, onze uitvoerende vuilnismannen eigenlijk, en vrouwen trouwens, wat meer in het zonnetje gaan zetten. Het is natuurlijk een essentieel beroep. En het is hartstikke belangrijk dat wij ook als afvalinzamelaar de nodige aandacht geven in deze week. Dat doen wij sowieso wel, maar in deze week krijgt iedereen eigenlijk de kans om eventjes onze mannen wat meer in het zonnetje te zetten. Deze week wordt landelijk georganiseerd. De hoofdreden daarvoor is dat, zoals de meeste mensen wel weten, onze vuilnismannen en vrouwen die worden vaak niet per se in het rijtje geplaatst met de meest mooie beroepen of de meest dankbare beroepen. In de praktijk kunnen zij dat soms ook zo ervaren. En dat is ook gewoon iets waar een beetje zo'n taboe over heerst. Eigenlijk is het een van de beroepen dat zodra zij wegvallen, dan is het... Dan hebben we allemaal gezien wat er dan gebeurt. Dus daardoor is deze week georganiseerd om eventjes daar ook de aandacht aan te geven. Van, hè, laten we wel even beseffen wat nou de functie is van deze functies. We hebben nu een aantal leuke ontbijtjes hebben we. Een aantal lunches. Nou, voor onze gasten is dat altijd heel lekker natuurlijk. En is dat, zoals ze vroeger dan ook al zeiden, liefde gaat door de maag natuurlijk. Dat is voor ons eigenlijk een hele makkelijke manier om een beetje liefde te laten zien aan onze mannen. Daarnaast hebben wij ook bewoners uitgenodigd om ook een steentje bij te dragen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken dat als onze mannen door de wijk rijden met de wagens, dat mensen eventjes wat een extra beetje aandacht geven. Dus of het nou een duimpje omhoog is of een lekker bakje koffie of thee, dat mag natuurlijk ook. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ook kleurplaten die dan werden op de bakken werden geplakt. Dat zijn hartstikke leuke dingen die we ook graag erbij doen. Kijk, het is natuurlijk een landelijk georganiseerde week. Het is hartstikke mooi, begrijp me niet verkeerd. Maar eigenlijk moeten we dit altijd doen. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. We kunnen er één week aan besteden. Maar eigenlijk moeten we ons gewoon even realiseren dat het werk wat wij doen en wat alle mannen en vrouwen op straat doen, dat het echt heel belangrijk is en dat dat ook gewaardeerd mag worden. Niet één week per jaar, maar eigenlijk het hele jaar door, alle dagen van het jaar.